was er eigenlijk veel meer te doen op Zandvoort dan dat je ook voor de wat oudere toerist. Dat is in feite tegenwoordig helemaal niks meer voor. Dat, ja, wat je hier hebt zijn de kroegen en disco. En het heeft, wat zie je in de Zandvoort zoeken? Vraag me wel eens af. Operettevereniging had je hier ook. Een heel bloeiende vereniging, operettevereniging. Mijn schoonzuster heeft daar jaren in gezongen. Mijn broer ook nog. En dat speelde altijd in Monopol. En dan had je daar bioscoop. Had je twee keer in de week een andere film. En dan zat je op rij 2. En dat heet je zo. Nekkramp noemde ze dat. En dan betaalde je 35 cent voor een kaartje. En later, als je dan wat zelf ging verdienen, ja, dan ging je wat meer achter naar de bioscoop toe. En dan had je voor 80 cent had je dan een stallersplaats, wat ze dan op blok kon. Maar ja, dat was dan eigenlijk ook een van de weinige dingen waar je dan eigenlijk wel naartoe ging. Maar het was veel intiemer allemaal. Ja. En ja, dat is ook logisch natuurlijk, want ja, de middelen om buiten het dorp te komen, later ging je in Haarlem naar de bioscoop. En dan ging je met de tram, later met de bus. En de mogelijkheden om buiten het dorp contacten te leggen, dat is natuurlijk veel groter geworden dan dat je toen de tijd had. Want dan moest je alles op de fiets doen. Nou, je hebt heel weinig typisch Zandvoorts met overheid. Er komt veel te veel vreemd in. En wat je dan nog als oude buurtjes hebt, dat is hier de Kanaalstraat en de Willemstraat, dat is nog een beetje oud. Hier heb je nog een heel klein stukje oud in de Noordbuurt. Zo'n stukje. En in de Zuidbuurt. Er zijn nog twee straatjes dat er nog een beetje op lijkt. Maar voor deze, dat is allemaal. Het postkantoor is weg dat hier stond. En de Twentse Bank hebben ze gesloopt. Als ze door willen gaan, dan gaat hier de Krocht gaat ook nog ter de vlakte. Het gemeenschapshuis hierachter is weg. Dat wordt één grote vlakte. Het is het Zandvoortmeer wat het geweest is. Tenminste, in onze ogen niet hoor. Misschien de nieuwe generatie die er nu is. Dat hij dan wel denkt, nou ja, die weet er niet beter niet waar het staat. En ook die periode, en dat was voor de Duitsers prachtig natuurlijk, dat je hier nog hoge bijen had. Boven de zee staat met een grote leeuw aan de buitenkant. En, het was altijd feest hoor. Dat was wel leuk. Maar dat soort dingen, je hebt het niet meer. Het was wel een oudbollige tent hoor, daar gaat het niet om. Maar het was wel dat jubeltrubelheidigheid, zoals die Duitsers dat noemen, dat stond er ook. En de mensen vermaakten eigen daden. Die hadden ook weer een stukje eigen land, hadden ze dan hier.